Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland with Teeman and Arl. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride. Hey, goedenavond luisteraars, van harte welkom bij het programma Countryland. En weer 2 uur prachtige country muziek en alle soorten en maten die gaan voorbij komen. En zoals u al hoort aan mijn stem, geen Tieme vandaag. Maar maakt u zich niet ongerust, Tieme die moest kiezen tussen een verjaardag en een verjaardag. Dus hij koos voor de verjaardag. Ja, echt waar? Inderdaad, ja. Nou, dat is gelijk. Eigenlijk niet voor aangezien. Nee, maar ja, wel voor degene die nu jarig zijn. Want er zijn namelijk 2 mensen van ons eigen team jarig. Oh, namelijk onze eigen aller Jaap is jarig natuurlijk. En Nel is jarig. Hadden we daar niet een uitzending kunnen maken dan? Daar hadden we ook prima naar. Ja, zeker Nel heeft de magische leeftijd gepasseerd. Maar goed, als dames zijn 18 plus. En vriend Jaap begint ook al... hoeft nog niet zijn pensioen. Hij is boven de 60. Ja, laten we daarop houden. Maar zoals u wel hoort, inderdaad ondertussen al vertrouwd zoals u gewend bent. Harro, hartelijk welkom. Ja, dank je. De eerste keer dat wij samen zitten. Ja, dat wordt een belevenis van je welste. Ja, we gaan er wel een mooie avond van maken. Zeker als ik zie wat voor muziek Team en jij allebei hebben uitgekozen, gaat dit weer een prachtig mooie avond worden. Ja, het is altijd gelukt. We zijn gestart met Darius Rucker met True Believers. En dat slaat ook absoluut op ons met Countryland. Want we zijn ware gelovigen wat betreft de country muziek. Wat heet... Al zijn mooie vormen. Ja. En er komen bovendien in het kader van die True Believers een paar mooie gospels voorbij. En daar maak je mij altijd heel blij mee. Ik mijzelf ook, moet ik zeggen. Ja. Maar goed, Ricky... Even zeggen, laten we inderdaad beginnen met de eerste die jij al te bieden hebt. Your Old Love Letters. Dus dat is geen gospel dit keer. Maar Ricky Skaggs kan er normaal gesproken ook behoorlijk wat van. Dus... Ricky Skaggs. Kijk, het is dat we de laatste keer in deze oude studio zitten. Mijn koptelefoon doet het al niet. En dan de cd-speler weer. Het is weer die cd-speler van Barneveld, hè, geloof ik. We zijn er geloof ik bijna vanaf. Want ik heb beneden gezien dat we toch al behoorlijk ver zijn. Vooral Patrick heeft er aardig wat voor elkaar gekregen. De nieuwe studio is zo goed als klaar. Ja. Maar we moeten hier nog even mee doen. Heerlijk, lekker nummer om te luisteren. Ja, daar gaan die love letters de mist in. Ja, nou ja, een goed begin van, van de uitzending, toch? Jawel. Och, ja. Vroeger van een LP kwam deze, Waiting for the Sun to Shine. En nu staan er 2 LP's op 1 CD. Vind je daar nou persoonlijk mooier eigenlijk vanaf LP of vanaf CD? Ik vind CD makkelijker, laat ik dat zo zeggen. En LP, ja... Ik draai het nooit meer. Maar de LP was natuurlijk... Het mooiste van de LP is dat je zo'n hoes in je handen hebt... waar al die informatie op staat. Terwijl je hier... En mijn ogen zijn niet de allerbeste. Maar dan moet je hier zo gaan turen en turen om dat te lezen. Ja, of je hebt zo'n binnenboekje in die je 50 keer moet uitvouwen. En dan moet je hem ook nog weer goed terug zien te vouwen. Dat is een grote uitdaging. De volgende. We houden altijd bij Countryland ook van afwisseling. Zeker tussen de dames en de heren. We houden het weer netjes in balans. En ook deze keer heb je weer een paar hele sterke zangeressen uitgekozen. Ja, de queen of country music, hè? Kitty Wells. Ja, dit muziek die je tot het laatste toontje moet laten uit worden. Ik vind hem heerlijk. Eerst gospel, hè? Ik krijg hier ook een berichtje door. Namelijk dat de dame een behoorlijke carrière heeft. Namelijk de first solo female country artist die een nummer 1 record heeft in de charts. First female country artist die een 1 miljoen plaatsen heeft verkocht. De first vrouw die een headline is geworden in een belangrijke tour. De eerste vrouw die een headline is geworden in een televisieserie. Ze is gekozen tot country female artist voor 14 jaar op een rij. Kijk. En ze is lid van de Country Music Hall of Fame 1976. Je hebt er wel eentje uitgekozen. Maar zij is echt een van de allerbeste, hè, van de oudere generatie country zangeressen. En ja, ze was toen onvoorwaardelijk de koningin. En terecht, lijkt me terecht. Daarom. Zeker is het zo. Ja. Dan, dan ben ik altijd een beetje bang dat Tieman dan gaat zingen als ik dit soort titels zie. Oh ja? Country Rebels? Nee, Tieman gaat nooit zingen, hè? Gelukkig. Want zo nu dan roepen we wel eens van... Hey, Tieman, dit kunnen we ook meedoen. Maar jullie wachten even tot de microfoon dan uitzet. Inderdaad, ja. Dat is ook wel het beste, hoor, moet ik zeggen. Ja. De cd heet Bluegrass Roads. En het is van de Country Rebels... Dat is een nieuwe voor mij, die kwam ik ergens tegen. En ik dacht van, nou, het zal bluegrass zijn. Neem het mee. Nou, goed. En hebben we er nog niet eerder gedraaid, dus dan wordt dit
het debuut voor hun in Kunstland althans. Rebels, You Rest. Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're gonna clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week. En vanavond weer een hele mooie oude doos met een, ja, als rode draad drank. Daar moeten we niet altijd wel gewoonte van maken natuurlijk. U gaat luisteren naar drie prachtige liedjes. U krijgt als laatste te horen Woody Brothers met Like Liquor Better Than Me. Daarvoor krijgt u Andy Reynolds met Beer Bottle Mama. En u gaat als eerste luisteren naar Johnny Lee Wills met The Milk Cow Blues. Like liquor better than me. Mooi hè? Like liquor better than me. The Woody Brothers. Geen informatie over te vinden in de grote encyclopedie. Evenals ook niet van Andy Reynolds, die zo mooi met die accordeon aan de slag ging. Of dat liet doen. Beer Bottle Mama. En dan Johnny Lee Wills. En dat is de enige die wel bekend is. Milk Cow Blues. Een echte blues was het trouwens. Broertje van Bob Wills. Hij speelde ook in de band van broer Bob. Met zijn Texas Playboys. En daar heeft hij nog eens zijn eigen band gehad. Mooi. Dus die oude doos. Dat was echt oude doos in. Ja, behoorlijk oude doos. Niet, ja. Ja, vooral die laatste, dan denk je van, ah ja, zo is het begonnen. Ja, als ik zo'n liedje hoor, dan zie ik inderdaad een paar malen op de veranda zitten met z'n tweetjes. Ja, maar ja, dat blijft natuurlijk toch het romantische beeld van muziek maken in Amerika. Hè? En dat je dan op de porch zit en dan komt iemand langs en die heeft zijn banjo bij zich. En dan, ja hoor, dan gaat hij weer. Hè? En dan lekker doorspelen. Ja. Nog één liedje voordat we naar het nieuws gaan. Oh, we gaan naar het nieuws. Oh, we gaan naar. Ja, we kletten. De oude doos is gewoon veel te mooi. Ja, dat is waar. Ja, de rest ook hoor. Oké. Na het nieuws gaan we verder. Ja. En nu bent weer terug bij Countryland en we gaan weer verder met de heerlijke lijst. We hebben net inderdaad George Strait gehoord met You're Right, I'm Wrong. Een zin die natuurlijk bij heel veel mensen moeilijk uit hun keel vandaan kan komen. Ja, vooral in de politiek, hè? Daar beginnen ze sowieso niet aan. Nee. Maar wij gaan gewoon lekker door. Maar ik krijg net een berichtje van onze Appiepedia inderdaad. Want die heeft in zijn blog van vanavond... App heeft deze keer de blog geschreven namelijk. Had hij wat gezet over een van de liedjes van de oude doos. Namelijk de Woody Brothers. Het nummer met de titel Liquor Better Than Me... werd opgenomen op 29 mei 1931 in Charlotte. Kijk. En op het nummer horen we Ephraim Woody op zang en gitaar... samen met zijn broer William Lawton Woody op zang en harmonica... Het nummer werd uitgebracht op het bekende The Victor Records platenlabel. Een onderdeel van de Victor Talking Machine Company uit 1901. Oh. Als we echt over oude dozen hebben. Ja. Gingen we toch wel een mooie kant op. Originele dozen. Ja. Wat we zeker geen oude doos kunnen noemen is de volgende. Nee zeg. En daar hoeven we denk ik niet zo heel veel over te vertellen. Want daar hebben we vorig jaar ook uitgebreid aan besteed. Ja. Loretta en Lynn. Sorry. We hadden het er net al een keer over, namelijk vroeger was niet alles beter, maar zij vindt inderdaad dus duidelijk wel, vroeger was het beter, want ze maken gewoon niemand meer zoals haar vader. Ja, dat klopt, ja dat, unieke man. Sure, maar zo zijn er ongeveer nog een paar miljard geweest, hè? Ja, daarom. Dus dat geeft allemaal niks. Maar goed, het was ook een unieke zangeres. Maar de volgende die jij hebt gekozen, die mag er ook zijn. Och, jeetje, ja, dat ooit per ongeluk een keer tegengekomen. En sindsdien ben ik aan het verzamelen natuurlijk. En het is redelijk gelukt, zo tot dusverre. En in Countryland diverse keren gedraaid en ook in de villa enzovoorts. Dus terecht. Maar ik geloof dat de laatste tijd een beetje... kalm aangaat met haar. En haar laatste cd die ik althans gehoord heb... die was met een groot orkest, geloof ik. En dat spreekt mij niet zo erg aan. Dus dat heb ik toen voorbij laten gaan. Maar dit is een gouden ouwe. Today, Joseph. Ideas are like stars, zegt Mary Chapin Carpenter. Alle liedjes op die cd... A Place in the World heeft ze allemaal geschreven. En nou, ze zingt het natuurlijk ook allemaal. En dat doet ze heel gevoelig. En soms behoorlijk rockend. Kortom, zoals zij dat kan. En dat is eerlijk genieten. Ja.
Gaan we naar de volgende, de grote. Kix Brooks en Ronnie Dunn debuteerden als Brooks en Dunn in 1991. Tussen 1992 en 2006 hebben ze elk jaar, behalve in 2000, de Vocal Duo Award van de Country Music Association gewonnen. In 1994 wonnen ze ook het CMA Album of the Year. Tot nu toe hebben ze 19 CMA's ontvangen en zijn ze dus het succesvolste country duo ooit. En in 2008 kregen ze daarom ook een ster op de beroemde Hollywood Walk of Fame. De muziek van Brooks & Dunn dekt de hele moderne countrymuziek, van Ronan Keating's The Long Goodbye tot het door Rivers Rutherford geschreven Ain't Nothing About You en het door gospelmuziek geïnspireerde Believe. Passen ze echt wel in country dan met al die variatie. Ze worden ook gezien als de pioniers van de line dance hype in de midden jaren 90. Een van hun hits, The Boots Cootin' Boogie, is hier het beste voorbeeld van. Gelukkig doen we dat hier niet in Countryland. Nee, dat mag niet. Dat is verboden. Ja, daarom. Zij hebben een line, maar wij ook. Ja. Dus gaan we gewoon lekker naar ze luisteren, want daar zijn we nog eenmaal voor. Brooks & Dunn met The Brand New Man. I saw the line. Ja, sommige liedjes moet je gewoon even wachten wanneer je begint te praten. Zeker omdat we inderdaad, Countryland staat erom bekend natuurlijk dat we eigenlijk alles draaien binnen de countrywereld. We nemen het begrip heel ruim, gelukkig. We gaan echt van old naar nieuw, van voor naar achter. Allemaal verschillende varianten. En dat doen we ook natuurlijk binnen het programma. Aro, je had net een prachtige mooie Ideas Are Like Stars van Mary Chapin Carpenter. Een heel rustig liedje wat met een prachtig mooie stem waar je lekker bij weg kan dromen. Mm-hmm. Vervolgens gaan we in één keer naar Brooks & Dunn met de Brand New Man, met toch even een tempootje hoger. Ja. En toen had jij het over een van de populairste duo's ongeveer in de country. En toen moest ik natuurlijk aan een ander duo denken dat wat mij betreft het populairste is. En die zou gaan komen. Toch wel. Ah, ja. Nou, dat weet zo langzamerhand iedereen die wel eens naar Countryland heeft geluisterd. Dat mijn favoriete duo zal altijd zijn de Louvin Brothers. I've got plenty. Oh, wat mooi. Yeah? I got plenty of everything but you. Louvin Brothers. Van hen heb je zeker meer dan genoeg, volgens mij. Nooit genoeg. Oké. Okay. Nee. We waren laatst ergens en toen stond er daar een box met 8 cd's, geloof ik. Maar ja, ik heb een box met 4 cd's en ik heb zeker 5, 6, 7 gewone cd's. Dus ik dacht, daar doe ik het mee. Dus ondanks al je kennis en ervaring met de Louvin Brothers en het feit dat je echt je favoriete band is, kan je nog steeds verrast worden door nieuwe liedjes van ze die jij niet kent? Zo nu en dan kom ik inderdaad wel eens tegen. Maar ik moet zeggen, veel van die cd's zijn natuurlijk verzamelaars. En ik luister al sinds de jaren 70 naar Strictly Country. Dus ik heb al heel wat Louvin Brothers voorbij zien komen. Horen komen. Maar om over de anderen nog maar te zwijgen. Hè? We kunnen nooit genoeg van ze draaien volgens mij. Nee, klopt. En dat blijven we ook lekker doen. Maar we gaan door naar de volgende. Ja, dat is ook wel een hele speciale. Dirks Bentley. Dat is zo'n frisse jongeman die een lekkere country maakt. En heeft natuurlijk ook wel een beetje historische naam, hè? Ergens. Hij heeft niks met het automerk te maken, hoor, volgens mij. Maar hij doet het in ieder geval prima. Ja, het duurt even, hè, maar dat mag, hoor. Zeker. Dirks Bentley, My Love Will Follow You. Geschreven door Buddy en Julie Miller. Het echtpaar. Geen onbekende ook in Countryland. Och, jongen, ik heb ook gelukkig cd's van dit edele stijl in de kast staan. En ik draai ze ook zo. Ik kan er dus vanuit gaan dat we zo over niet hangen aan het tijd al een keertje wat van horen. Ik neem het mee, ja. Dat is de moeite waard. Zeker. We zijn lekker variabel bezig en we gaan nu weer naar de volgende, namelijk naar George Jones. En het liedje wat we gaan luisteren is geschreven door Wayne Kemp en Curtis Wayne. Qua tekst is het een ode aan de liefde. Qua muziek is het een ode aan de Bakersfield Sound. Iets wat onze fan Jaap natuurlijk altijd wel leuk gaat vinden. Dus eigenlijk gaan we dit liedje gewoon aan Jaap opdragen. Ik denk qua titel ook best wel. Het liedje heeft een aantal herkenbare trekjes van de Buck Owens hit I've Got a Tiger by the Tail. Voor de goede luisteraar is het zeker te herkennen. Een liedje over de liefde. The Love Bug. The Love Bug van George Jones. The name is George Jones. En dan gaan we naar het laatste vlak voor het nieuws. We gaan luisteren naar Clinton Patrick Black. Tussen 1989 en 1999 bereikte hij met 13 nummers de top van de Billboard Country Songs. Hij groeide op in Texas als jongste van 4 broers en leerde al gitaar spelen op zijn 15e. Lijkt jou wel heel
Ja, zie je het. Okay. En dan heb je het nog niet over de andere snaarinstrumenten. Nee, ja, dat is niet normaal. Hey, deze man die kan nogal wat, moet ik zeggen, hoor. Dus, Ja. Och, man. Nou, goed. Geef hem een gitaar en... Gaat hij alle kanten mee op. Het voordeel is gewoon, we hoeven het niet al te veel over te hebben namelijk, want we kunnen gewoon lekker naar deze man gaan luisteren. We gaan luisteren naar een liedje van het album Put Yourself in My Shoes uit 1991. Geschreven door Clint Black samen met James Hayden Nicholas. Het liedje Muddy Water. En welkom bij het tweede uur van Countryland. En we gaan weer gewoon door met die prachtige mooie muziek die we ook in het eerste uur al gedraaid hebben. Samen met Harro gaan we weer verzorgen voor een heerlijke line-up van liedjes. We begonnen met de Rigney Family Bluegrass. Dat is Mark Rigney op banjo, zijn vrouw Melissa op bas en hun zoons Andrew op gitaar en zoon Grant op viool. Het album Familiar Paths, waar het liedje vandaan komt, is een 12-track album die varieert van het door jazz beïnvloede liedjes zoals Hop, Skip en Jump naar de meer zachtere melodieën van That's How You Break a Heart. Wil ik niet weten eigenlijk, maar de muziek van hun is gewoon prachtig om naar te luisteren. Ja, maar ze hebben zulke mooie liedjes daarover geschreven, hè? Over hoe je zo'n hart moet breken en ook weer hoe je het moet lijmen en zo. En, daar kun je beter naar luisteren. Soms, ja. Soms zijn de titels inderdaad duidelijk. De volgende riep toch even wat vragen op, Harro. Is dat waar? Ja. Ja, de uitvoerende zijn de Wilburn Brothers. Een legendarisch duo ook weer, moet ik zeggen, hoor. Dat, ja. Ik heb nou zo langzamerhand dat... Je hebt de Louvin Brothers. De Wilburn Brothers die komen toch redelijk in de buurt, hoor. Dat is ja, mooi, want ik had niet zoveel van ze. En toen kwam ik een tijdje terug een boxje tegen met 3 cd's erin. Dus mijn Wilburn Brothers verzameling is aanmerkelijk uitgebreid. Dus van deze cd, de eerste cd van die 3... Kun je nagaan wat er allemaal nog moet komen. Komt. Het tweede nummer. En ja, ze zeggen het zelf wel waar het over gaat. I wanna, wanna, wanna. I wanna and I gotta and I wanna and I gotta get. Dat begint een beetje oude doos effecten te worden volgens mij. Hè? Die, dus, de tijd dat we overstappen naar die nieuwe studio. Oude cd-speler. Maar we kregen net een leuk berichtje weer van onze Appipedia over de Wilburn Brothers. Doyle Wilburn en Teddy Wilburn uit 1930 en 1931 uit Hardy, Arkansas. Dat is toch een beetje in de buurt van oude doos worden. Uitgebracht in 1955 op het Decca label. Ze begonnen in 1937 als de Wilburn Children. Ontdekt door Roy Acuff en die bracht ze in 1940 al naar de Grand Ole Opry. Waar ze na 6 maanden weer moesten vertrekken omdat ook Amerika wetgeving kreeg tegen kinderarbeid. Ja. Later gingen ze nog vechten in Korea. Kun je nagaan, dat was heel iets anders dan die kinderarbeid natuurlijk. Maar, dan kunnen ze beter in de Grand Ole Opry gaan spelen. Nog een aardig een aardig feit is dat ze kregen ooit Heartbreak Hotel. Of ze dat wilden opnemen. Maar vonden ze niet zo. Vonden ze geen succes? Nee. Dus dat heeft Elvis Presley toen maar gedaan. Ja, die had er ook een ekel aan. Nee. Het ging vrij goed met dat ding, geloof ik, ja, sindsdien. Nou, ik denk dat het ook persoonlijk ook wel eens... Je hoort natuurlijk heel veel verschillende liedjes... wel eens door verschillende muzikanten uitgevoerd worden. En het is bij de een soms wel een grote hit... terwijl het origineel niet is, of andersom. Dat klopt. Het is ook hoe je het liedje brengt. Want het komt nogal eens een keer voor dat de schrijfster... zelf dat liedje dan uitbrengt en dan niks. En dan krijg je later iemand die daar een geweldige hit van maakt. Dat is grappig. Net even een andere versie, een andere tik. Ja. Volgens mij gaan we maar door. Ik zie Johan in paniek kijken naar die cd-speler. Gewoon een andere cd-speler genomen, denk ik. Dus, Dus gaan we lekker nog opnieuw luisteren, toch? Ja, weer naar die... Hij geeft het op. We gaan door naar Dwight Yoakam. Weer een Bakersfield sound, hè? Ja. Het komt van het album Hillbilly Deluxe. Het tweede album van Dwight Yoakam. En werd uitgebracht in 1987. Het was zijn tweede opeenvolgende number one album op de Billboard Country Album Chart. 4 nummers werden uitgebracht als singles en elke werd een top 10 hit op de Country Hot Single List van 1987 en 1988. En ik denk dat we over Dwight niet zo heel veel meer hoeven te redden. Nee, ik moet zeggen dat ik kreeg die LP ook. Of nou was het al een CD? Dat zal een 87 zijn, hè? Ja. Ja, dan moet het een CD zijn geweest, maar die kreeg ik ook. En ik had volgens mij ook zijn eerste CD gekregen. En ik dacht van, joh, dit is echt de country. Maar het is toch een popjongen. Nou, het is geen popjongen. Het is, maar hij brengt het alsof het helemaal van deze tijd is. En dat vond ik zo knap aan Dwight Yoakam. Always late. Always late with your kisses, Dwight Yoakam.
liedje van Lefty Frizzell. Kijk, ja. Dat vind ik nou altijd het leuke ook van Cantyland. We hebben altijd van die leuke verbindingen en connecties tussen verschillende. Je merkt dat die Cantywereld toch ook best wel verweven is. Behoorlijk, ja. En dat, een van de mooiste dingen vind ik dat je zowel oud als nieuw door elkaar kunt draaien. Terwijl je dan toch een redelijk oud geluid en een redelijk jong geluid hebt. Maar het gaat over hetzelfde. En ik vind het zo mooi van Canty dat ze hem ook niet als hele goede, bekende, beroemde artiest zich ook niet te groot voelen om gewoon een jonge, nieuwe artiest ook te helpen. Ook met liedjes gewoon uit te lenen, schrijven voor elkaar. Ja, nou ja, vermoedelijk gaan ze dan bij zichzelf te raden van ja, hoe was ik vroeger? Hè? Dat deze of gene heeft mij toen ook de kans geboden. Ja, de muziek wordt toch meer vooropgesteld dan de eigen egel. En zo hoort het ook. En dat vind ik het prachtig. Haro, de volgende, dat doe je me toch wel een hele grote idee mee. Oh, dat is heel mooi. Johan vindt het ook wel leuk. Want we zijn ooit met Tiemen en Johan naar Utrecht geweest, waar Iris optrad. En dat was een gedenkwaardig optreden. En we draaien haar cd's al zolang ik... ik kreeg er ooit een van Pieter Groenveld opgestuurd. Die zei van, hier moet je eens naar luisteren. En, ik zat... Je bent even stil als je haar zit te luisteren. Ik ben er helemaal stil van. En prachtig. En ja, sindsdien draait haar cd's nog steeds thuis en hier. Emmy was born a red dirt girl on April 2, 1947 in Birmingham, Alabama. Emmy Lou took piano lessons, played saxophone in the school marching band, and learned to play a few folk and country songs on a Kay guitar. Mama never seemed to miss the finer things of life. If she did, she never did say so to Daddy. Oh, yeah, because every once in a while there's a song you want to do, and I don't think that the fact that I'm a country singer should stop me from trying other things, but I always come back to country because that's... There'll never be anyone else but you or me. Never, ever be, just couldn't be anyone else but you. I didn't grow up in a family where people sang. I was the only one. I was kind of the weirdo. Folk music drew me in through the storytelling. Na haar commercieel succesvolle, maar door de echte countryfans niet zo goed ontvangen album Wrecking Ball uit 1995, bleef het een tijdje stil rond Emmylou Harris. Het zou 5 jaar duren alvorens er een nieuw soloalbum zou verschijnen, de langste tijd ooit tussen de release van 2 van haar albums. Wel was ze in de tussentijd te horen op enkele tributealbums en werd er in 1996 een verzamelalbum uitgebracht. In 1999 verscheen er bovendien een zogenaamd duetalbum, een plaat die Emmylou Harris uitbracht samen met Linda Ronstadt. Op dit album, met de titel Western Wall, The Tucson Sessions, verzorgen de dames om de beurt de lead vocals en de harmony vocals. Het resultaat is een uitermate boeiend album met onder andere een bloedstollende versie van het nummer 1917 van de dit jaar overleden David Olney. Maar hoe mooi dat nummer ook is, ik koos voor vanavond een nummer met wat meer countrygeluid. En we gaan zo luisteren naar een mooie cover van het nummer Valerie. Een nummer dat werd geschreven door Patti Skialfa, beter bekend als mevrouw Springsteen. We horen hier Emmylou Harris op de lead vocals en Linda Ronstadt doet de schitterende harmony vocals. Andere bekende namen op dit nummer zijn de Welshman Andy Fairweather Low op de bas. En die kennen we weer van de bands van onder andere Eric Clapton, Bill Wyman en Roger Waters. En we horen Bernie Leadon op de gitaar. En deze Bernie Leadon werd vooral bekend als lid van de Eagles, de Flying Burrito Brothers en de Nitty Gritty Dirt Band. Wederom een mooie groep muzikanten bij elkaar. Hier zijn Emmylou Harris en Linda Ronstadt met Valerie. Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Valerie. Mooi, hè? Ja. Virginia Crossties, dat is... Nou, ik zou bijna zeggen dat het net zo mooi is. Misschien nog wat mooier. Het is een gospel weer, want de hele cd... Het is een viertal dat de Heer wil prijzen. En dat doen ze met een hartstocht die ongelooflijk is. You have to come out of sleep. Ja, dit... Harro, hier doe je mij enorm groot plezier mee. Mooi, hè? Ja, ik vind dit gewoon prachtig.
Ja, waar vind je dit soort pareltjes? Bij iemand in het noorden van het land. Die stuurt dan zo een pakketje op. En dan je betaal je wel hoor, daar niet van. Maar, en er zit ineens de Virginia Cross Stars erbij. No Back Door heet de cd ook. En ja, ik heb hem gewoon helemaal afgeluisterd toen ik hem binnenkreeg. En ik dacht van, dit is het. Lekker genieten. Ja. We gaan naar het laatste liedje vlog voordat we weer even naar het nieuws gaan natuurlijk. En dat is Bill Clifton. En Bill is geboren als William August Marburg. Hij is afkomstig uit een zeer welgestelde familie. Hij interesseerde zich al vroeg voor authentieke country muziek. En zijn idolen waren de Carter Family. In 1952 richtte hij tijdens zijn universiteitsstudie samen met Johnny Clark, Paul Clayton en Dave Sadler de bluegrass band de Dixie Mountain Boys op. Ze speelden bij een kleine label enkele singles in en traden op bij de radio, onder andere bij het bekende Wheeling Jamboree van de zender WWVA. En aangezien zijn ouders zijn muzikale activiteiten verwierpen, is hij voortaan maar op gaan treden onder de naam Bill Clifton. Blijkbaar vonden zijn ouders countrymuziek niet al te... Ja, maar sindsdien is Bill Clifton natuurlijk wereldberoemd geworden. Ik denk dat zijn ouders dan wel misschien toch wel stiekem trots zijn op hun zoon. Vast wel, anders deugen die ouders niet. Hè? Het liedje waar we gaan luisteren is een liedje met een wat minder mooie achtergrond. Namelijk, het verwijst naar de Spring Hill mijnramp die op 23 oktober 1958 plaatsvond in de mijn in het Spring Hill Coalfield van nabij de stad in Cumberland County in Nova Scotia. Het was niet de eerste keer, want 2 jaar ervoor waren ze ook al flink getroffen door een mijnramp. En diezelfde mijn was 70 jaar ervoor in 1891 ook al flink geraakt. Dus het was toch een aardig gevaarlijke plek om te werken. Oei, ja. Maar het levert vervolgens wel prachtig mooie muziek op. Oftewel, Bill Clifton en his Dixie Mountain Boys. Spring Hill Disaster. En dat was een liedje van Larry Stewart van zijn derde album getiteld Why Can't You, uitgebracht in 1996. Geschreven door Rob DiPiero, John Scott, Cheryl en P.B. Thievert. En ik moet zeggen, het is wel een toepasselijk liedje voor de Nederlandse Burendag van vandaag. Dat hangt vanaf wat voor versterkerinstallatie je hebt, denk ik. Het kan zijn dat de mensen hier in Nijkerk dit geroepen hebben op het moment dat ze besloten hebben hier om de A1-studio te plaatsen. There goes the neighborhood. Oh, het raam staat open, dus het mag allebei. Ze hebben ons bent. Maar goed. Hij heeft het bandje Restless Heart. Daar was die voorzanger van. Ja. En toen ging hij solo. In 2004 gingen ze toch weer samen zo. Ze konden elkaar toch niet ontwijken? Nee, dat kun je hebben zo. Nou ja, we kunnen het genieten. Ja. Heb jij iets met harten vandaag, Harro? Altijd. Het is wel een rode draad in de liedjes. Het maakt mij niet uit eerlijk gezegd, maar het gaat er vooral om wie het vertelt. Wie het gaat brengen, wie het zingt. En ja, een van de mensen die ik moet zeggen, heel vroeger, ten tijde van de oude meester, Hank Snow bijvoorbeeld, vond ik Eddie Arnold al zo'n geweldige zanger. Zo heel smooth, kon hij zingen. En een crooner van heb ik jou daar. Maar het bleef wel country. Hij heeft maar liefst zo'n 147 liedjes in de Billboard Country Music Charts. Genoeg om uit te kiezen. Gezongen. Nou ja, en daar hebben we dus eentje van vanavond. En volgende keer wel weer meer hoor. Maar luister maar naar deze. Me I hold you in my heart. Ja, daar hoeven we verder niets meer aan toe te voegen. Hooguit nog een keer zeggen dat het Eddie Arnold was. We hebben het al een paar keer gehad over duo's. Je bent natuurlijk met de Loving Brothers heb je begonnen. Je met Wilburn Brothers heb je begonnen. En nu weer een duo. Ja, Jim en Jesse. Ja, we moeten nog eens een keer een uitzending maken met alleen mijn broers. Ja. Hoewel, dan zitten we wel redelijk veel in de bluegrass. Maar ja, dan heb je de Loving Brothers en de Wilburn Brothers. Dat is dan weer het meer elektrisch zo nu en dan. Dus we kunnen hem vullen. Dat altijd natuurlijk. Hè. We kunnen dat ook heel gevarieerd maken. Zodat je niet denkt van, oh jee, komt er weer zo'n hakketak. Hè? Want dat vond vroeger altijd zo. Van, Lester Flatt en Earl Scruggs. Ja, dang, dekke, 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 dang, dekke, 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 dang, 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 dang. En ja, daar gingen ze weer. En op een gegeven moment denk je, klinkt wel lekker eigenlijk. Hè? En dan groei je er zo in. En dan kom je op een gegeven moment in Kuntland terecht. Hè? Ja, Jim en Jesse. I'll wash your love from my heart. Ja, weer een verloren liefde. Ja, ja. Ach, I'll wash you. Ja, zoals die man dat vaak zegt, country muziek is nou eenmaal gewoon muziek van het hart. Daar kun je alle kanten mee op.
Dan doen wij gelukkig ook bekant dan. De blues. Niet, ja, dat gaat dan soms weer over andere dingen. Maar er komt ook nogal eens... woke up this morning. Ik begrijp nu wel inderdaad waarom je net al zei dat Jim en Jesse zoveel liedjes hebben. Want ik begrijp dat ze al 55 jaar samen aan het spelen zijn. Het is... En dan kunnen we ook zeggen, er zijn er nooit genoeg, hè? Nee, meer dan nog erbij komen, toch? 52 was deze trouwens, geloof ik. Je had het net al even over, zei namelijk, over Lester Flatt en Earl Scruggs. Ja, en dan zie je van, Tiemen die had nog eentje in zijn voorraad. Die dacht van, kom. Die rode draad, en die zat... bij Countyland gebeurt vaker, hè? Iemand noemt wat, en de andere die komt in één keer tussen. Dus, dan denkt hij weer aan de Beverly Hillbillies. Ik weet niet waar hij dan... Nou, hij denkt dan aan de ballad. iemand anders denkt weer aan andere dingen, geloof ik hoor. Maar de ballad of Jed Clampett kwam altijd in de buurt. Ja, daar heb je niks meer naartoe te voegen aan zo'n eind, hè? Nee, ja, dat is gewoon... het is natuurlijk inderdaad echt de Beverly Hillbillies. En dan kun je natuurlijk kijken naar de oorspronkelijke serie uit 1962. Of je kunt natuurlijk naar de latere, moderne variant kijken. Maar het blijft allebei gewoon uitermate vermakelijk om daar te luisteren. Dat kun je wel zeggen. En het blijft een prachtige, mooie muziek om ook naar te luisteren. Ja. Voor de mensen die nog meer mooie muziek willen luisteren, trouwens, volgende week zaterdag zitten we weer in het Rebellenonk. Dan is het weer de eerste zaterdag van de maand. Daar mag u niet zomaar heen gaan natuurlijk, want er is beperkte plaats in verband met de coronamaatregelen. Dus wilt u toch nog een plekje hebben, stuurt u dan even een mailtje naar teamen@kantiland.nl en dan kan hij u op de gastenlijst plaatsen. We hebben de eerste zaterdag van deze maand hebben we daar ook gedraaid met een leuke band. En dat bleek prima te gaan, zelfs met 1,5 meter afstand voor band en voor publiek. Dus we gaan gewoon weer in de rerun. Zaterdagavond dus, de eerste zaterdag van de maand, zoals u van ons gewend bent. En we gaan de week daarna, natuurlijk hopen we in de nieuwe studio te zitten van A1, namelijk beneden, inderdaad. En om dat een beetje mooi te vieren, gaan we gelijk beginnen met een live artiesten in de studio, namelijk Kimmy June. En die komt dan live hier optreden tijdens de uitzending. Houdt u daarvoor onze website in de gaten, www.kantiland.nl. Houdt u natuurlijk Facebook en Instagram in de gaten. Valerie is daar druk mee bezig en zorgt ervoor dat alles up-to-date blijft en dat u keurig geïnformeerd blijft. Want er gaat nog meer dan genoeg leuks gebeuren bij Kantiland. Zelfs met alle coronamaatregelen weten wij nog steeds een bochtje te verzinnen. En we gaan door, maakt niet uit wat, al zou het laatste zijn wat we gaan doen. Ik dacht even dat je toewerkte naar, al was het laatste wat we doen, in ieder geval Patti Loveless. Dat kan ik helemaal goed mee leven. Dat hij hier zou komen zou natuurlijk helemaal erg leuk zijn. Hè? Je kan altijd blijven dromen. Dat is waar, dan zo hebben we wel wat dames op het lijstje staan, hè, die graag hier een liedje zouden kunnen zingen voor ons. Maar dromen mag. Ach, vooruit dan maar via de CD. If it's the last thing I do. Gelukkig voor ons niet, hè? Luister dat laatste is nog naar Patti Loveless. Ik wil zeggen, gelukkig voor ons is niet het laatste wat ze doet. Nee, zeker niet. Deze dame kan ook gewoon... Ik moet zeggen, je hebt sowieso elke keer al prachtige mooie muziek. Maar als ik vanavond kijk, een hele mooie mix van natuurlijk de duetten, de broers die we gehad hebben. Maar ook de dames die je hebt gehad. Van hele vlotte liedjes naar hele rustige, prachtige, mooie ballads. Ja, afwisseling is de kunst van het leven, hè? En ik denk dat we daar meer dan in geslaagd zijn. Want dit is echt time flies when you have fun. Maar het gaat... we hebben gewoon een prachtige mooie uitzending gehad. We draaien altijd leuke muziek. En dan dat ouwe hoer van sommigen daartussendoor. Denk je van, dat nemen we gewoon voor lief. We proberen zo kort mogelijk als te doen. Als we maar de goede liedjes horen. Ja. We hebben er nog eentje te gaan. En dat is Alan Eugene Jackson. Vooral bekend om zijn mix van traditionele honky-tonk en mainstream country pop songs. Een van de best verkopende muzikanten aller tijden met meer dan 75 miljoen exemplaren. Dus ook deze beste man hoeft geen AOW-uitkering aan te vragen, zal ik maar zeggen. Nou ja, maar soms... We gaan gewoon uitkijken naar het weekend met hem, hè? Dat doen we dan. Een lekkere good time. U kunt later terugkijken, de uitzending gemist. Kortom, Countryland is a good time. Nou, en of...
Harro, mag ik je hartelijk danken voor deze uitermate interessante en gezellige avond weer. Het was mij een waar genoegen, zoals altijd weer. We hebben een prachtig mooie mix van muziek meegenomen. Zeker. We gaan eruit. We hebben inderdaad weer een uitzondering gehad onder Team. Ik moet zeggen, dit was de derde dit jaar. Daar moet hij toch geen gewoonte van gaan maken. Want het is toch echt wel de bedoeling dat Team hier gewoon gaat zitten. Maar dat doet hij ook niet natuurlijk. Hè? Aan de andere kant, de beste man verdient ook wel eens om gewoon lekker rustig te genieten thuis. Dus hier nu heerlijk gewoon voor de radio te luisteren naar ons. Luisteren is om het zelf te doen. Dat zal hij absoluut mee eens zijn. Ja, volledig mee eens zijn. En gelukkig volgende week is hij er weer samen met onze eigen Jaap in de Rebellenhonk. U kunt sowieso de opname van vorige maand beluisteren. Maar u kunt ze ook weer live bewonderen als u even een mailtje stuurt naar Tieme. Om een plekje te bemachtigen. Ja. En daarna volgens mij de week na, zie jij er weer? Die kans acht ik vrij groot, ja. Zeker. Dan kunnen de mensen weer heerlijk genieten. En, kunnen ze, en ook dan zijn ze natuurlijk van harte welkom als ze van tevoren even een mailtje sturen om bij de A1 te lopen. Want dan kunnen ze jou ook in het wild bewonderen. Oh jee, gaan we het publiek bij uitnodigen? Ja, mensen mogen dat toch wel eens een keertje een beetje zien gezegd. Oh, verschrikkelijk. Harro, hartelijk dank voor het presenteren vanavond. Valerie, hartelijk dank voor de social media en alles bijhouden met alle berichtjes. En natuurlijk de man die nu weer met de vingers omhoog zit zoals we gewend zijn. Johan, hartelijk bedankt voor het schuiven. En ja, de problemen op zien te lossen met de cd-speler. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar weer een prachtig mooie aflevering van Kanterlands. Ik wens u nog een prettig weekend. En graag tot volgende week namens het hele team. Bye bye. That's the wrong chord, guys.